Mijn eyeliner zit volgens mij tot op mijn knieën, maar ik voel me als herboren. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Ik heb net die meiden op school afgezet en ik ben gelopen. Het is lekker weer en ik denk even voor mijn stappen ook. En ik mag ze naar de fysio eindelijk. Dat vind ik heel fijn. Sowieso ben ik mijn schouders altijd los en mijn rug, lekker rug eigenlijk los. Maar die schouder is ook nog steeds 100%, dus die kan gelijk even weer helemaal goed gezet worden. Dus ik kan niet wachten. Even weer zeuren, maar ik baal echt van die tijden trouwens. Want dan heb ik echt net geen half uurtje over. Dus het is te weinig om eigenlijk echt iets te doen, maar te veel om gelijk door te gaan. Dus ik ga even heel snel een thee drinken, de was aanzetten en wat opruimen. En zo ben ik in beeld. En dan weer de deur uit. En ik heb lekker beschuit met hagelslag gemaakt. En ik baalde, want deze brak. En ik heb ook geen andere meer. Mijn eyeliner zit volgens mij tot op mijn knieën, maar ik voel me als herboren. Echt zo fijn als alles weer los zit en mijn schouder is een stuk beter. En één oefening was ik met Marco gaan doen, dat had ik ook verteld. En zei hij inderdaad, dat klopte, dus dat heb ik ergens van vroeger nog onthouden. En ik heb nog één oefening even erbij gekregen die ik heel simpel, gewoon tussendoor, echt letterlijk overal. Ik zou hem zelfs in de supermarkt kunnen doen. Dus dan moet het goed komen. En die pakt ook gelijk mijn nek en schouders. Want die zat ook heel erg vast op mijn schouder. Maar voor nu denk ik echt, oh, heerlijk. Ik heb een goed begin van de dag. Oké, dit is echt hilarisch. Ik ging even thee drinken en een heel klein stukje The Real Housewives of Beverly Hills kijken. Maar dit echt, ik ging stuk. Oh, echt. Ik ga helemaal stuk. Echt geniaal vind ik het. Ik heb trouwens deze mandjes, ik heb er twee, gekregen. Die zijn eigenlijk voor magazines, maar dat is niet wat ik in wil. Maar ik heb allemaal van die shoppers, die we af en toe toch wel gebruiken als we gaan winkelen of wat dan ook. Ik probeer zo min mogelijk plastic te gebruiken. Dus die ga ik nu opvouwen in die mandjes en dan op de kapstok zetten. Want dit staat normaal allemaal in de meterkast. En ik wilde al mandjes voor op de kapstok. Want ik wil van de meterkast wil ik eigenlijk heel graag gewoon een schoonmaakkast maken. Zeg maar. Alle schoonmaakdingen erin. De dweil, stofzuiger, schoonmaakmiddelen. Noem het maar op. Maar ik kon daar elke keer niet voor slagen. En toen kreeg ik deze. Dus toen dacht ik, nou, dan gebruiken we deze daarvoor. Ik wilde eigenlijk alleen heel graag dichten. Maar daar kon ik sowieso al niet voor slagen. Dus nou, dan nu maar deze ervoor gebruiken. Trouwens, echt veel van dit soort tassen. Nou, anders heb ik het eerst heel veel binnengekregen. Dat krijg ik nu niet meer. En slijten ook, en ik gebruik ze best wel veel, dus ik zat eerst te denken, zal ik er een aantal wegdoen, maar ja, dan heb ik daar weer het kort. En ik pak dit soort tasjes echt vaak, dus het is ergens ook wel fijn om er dan aardig wat te hebben. En nu staat het dus zo. En echt op het moment dat ik naar school wil gaan, begint het te regenen.
Ik heb wel goed nagedacht. Ik heb 2 parapluutjes mee, want Mila komt ook mee. Dus wat dat betreft komen we wel redelijk droog thuis. Maar echt, oh, weer zo'n dag. Heel de tijd droog en dan ben je binnen. En dan ga je naar buiten. En dan gaat het regenen. En echt één ding, ik haat regen. Mila is opgehaald en nu zijn we op weg naar Denise. En we hebben een keertje een dode vogel gezien en een dode mol. Oh, nou wat fijn. En ik heb Denise de bakje. Ik ben zo trots dat ik aan gedacht heb. Heel de dag loop ik een bakje meenemen, een bakje meenemen. En ik heb een bakje meegenomen. Heel boeiend. Ik ben aangekomen bij Denise. En Denise heeft al heel veel klaar om te eten. Het ziet er zo lekker uit. Pasta saus, maar dan vers. Want ik gebruik altijd een potje. Maar het is te vroeg en nu heb ik al echt heel veel honger daardoor. Echt heel erg. Oh, typisch of zo? Weet je dan? Ja, maar we hebben het er net over dat ik op de calorieën moet letten. Oh. Wat gaan we doen? Oh, je hebt wel die lekkere. Ja, maar ik heb zo'n paprika voor. Ja, maar die... Oh, maar dat is niet zo heel veel, hè? Zullen we die eten? Het is echt heel erg, maar die is echt lekker. Oh, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Je loopt genoeg. Ja, ik vandaag wel echt wel... Ik kom wel aan het stappen vandaag, zeg maar. Maar oh, dit is zo slecht voor de lijn. Maar kijk, dat zijn deze van Jumbo. Die Ribble Chips. En die is zo lekker. Sluipreclame. Ja. Nee, gewoon goed of slecht advies. Hoe je dat maar wilt zien. Kijk hoe lekker. We zijn weer thuis. De waterkoop maakt even nog heel veel herrie. En ze ligt net op bed. En ik wilde iets zeggen. En ik heb geen idee meer wat. Echt, het staat helemaal blank in mijn hoofd. Maar goed, thee zetten. Dan ga ik even editen. Marco is van Bas even wat dingetjes doen. En ik haat het om te editen als hij ernaast zit. Want, ik weet niet, ik vind het al erg genoeg om naar mezelf te luisteren zo. Maar als hij er daarnaast zit, ik weet niet, het voelt heel raar en ongemakkelijk. Dus dat doe ik niet, zeg maar. Ik edit eigenlijk nooit als iemand erbij is. Want dat vind ik gewoon, ik weet niet, daar kan ik het niet. Dus dat nog even doen. En ik wil mijn serie weer verder kijken. En toen hadden we opeens een andere bank staan. Deze van Marco meegenomen. En heel eerlijk, ik weet niet wat ik er helemaal van vind. Real Housewives of Beverly Hills. En popcorn time. En nu heb ik weer even een heel trots momentje op mezelf. Met zelfs nog een paar minuten op de klok heb ik ze ruimschoots binnen. Ik vind het wel grappig, want dit deed hij eerst niet. Maar nu geeft hij ook aan hoeveel procent je dus gelopen hebt. Nou is dit natuurlijk een wel een makkelijke som. Maar tussendoor niet altijd even makkelijk. Ja, met 10.000 wel. Maar oh, dit is natuurlijk wel heel erg leuk om te zien. Ik heb 108% gelopen van wat ik moest lopen. En als ik zo nog wat loop, dan kom ik natuurlijk nog net iets hoger. Ik heb de kamer weer opgeruimd, dus ik ga lekker en op tijd mijn bed in. Ik wil alleen de vlog nog even afsluiten. Vergeet niet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En ben je nog niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dat vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!